Goedemiddag allemaal. Welkom weer bij een nieuwe live uitzending. Vanmiddag weer een showtime. Ik heb deze keer helaas niet mega veel om te laten zien. Dus wellicht is de showtime ook ietsjes korter dan normaal gesproken. Maar dat maakt helemaal niks uit. Als het goed is krijgen we in de loop van de week nog veel meer weer binnen. En dan hoop ik jullie dan nog een keer weer het een en ander te laten zien. Ik had eigenlijk stiekem gehoopt dat Crafto Klok al binnen zou zijn. En dat was er helaas nog niet. Als alles mee zit, komt dat morgen bij ons binnen. Dus hou het gewoon in de gaten. Nou, vanmiddag dus gewoon ietsjes minder. Komt mij eerlijk gezegd ook wel net iets beter uit vanmiddag. Dan heb ik straks nog even tijd om wat andere dingen af te ronden. Maar er is sowieso wel weer van allerlei leuks. Dus kijk gewoon gezellig mee. Ik wacht even totdat jullie me allemaal gevonden hebben. En dan gaan we zo meteen van start. Dus ik had pas gezegd dat ik eigenlijk niet meer op de dinsdagmiddag de showtime zou doen. Maar toch kwam het deze week wel weer even zo uit. Dus we zijn er gewoon vanmiddag weer. Ja, ik zie de eerste kijkers alweer allemaal binnenkomen. Superleuk, gezellig. Welkom allemaal. Ik zie er alweer veel bekenden. Nou, Anne die kijkt mee onder het knutselen. Nou, dat is natuurlijk altijd leuk. Dan ben ik wel heel benieuwd met wat voor leuk project je bezig bent. Misschien dat je het wel wilt delen met ons. Je mag het na die tijd natuurlijk ook altijd in de groep zetten. We zijn altijd blij om voorbeeldjes van jullie te zien. We kunnen elkaar daarmee altijd weer leuk inspireren. Nou, ik heb als allereerste paper favorites. Dat kwam net op de valreep nog binnen, dus daar zijn we heel erg blij mee. Paper favorites, ja, die paperbeds die zijn altijd ontzettend populair, ook voor het maken van die dieptekaarten. Nou, de dieptekaarten, daar hebben we natuurlijk allerlei malletjes van. Ik zag deze toevallig nog even in mijn ooghoek liggen, dat zijn dus de malletjes van Crealise. Maar weet je, er zijn allerlei merken die daar leuke mallen voor hebben. Dus ja, kijk daar gewoon voor. Even kijken, daar gaan we niet mee beginnen. Welke gaan we mee beginnen? We gaan beginnen met de postcards. Zo. Het eerste setje wat binnen is gekomen. En ze zijn er allemaal op het formaat van 15 bij 15 NA5. En ja, dat is natuurlijk maar net. Wat vind jij makkelijker om te maken? De A5 kun je natuurlijk ook weer op plannenkaarten gaan gebruiken. Kijk, dit is een hele toffe. En dit zijn achtergronden met postcards. En die kan je natuurlijk ook weer, als jij bijvoorbeeld een dieptekaart maakt en je wilt aan de zijkant nog een strookje ergens langs hebben, dan kan je ook nog weer zoiets erbij gaan gebruiken. Ik denk dat dat ook wel heel leuk combineert met de andere paperpads straks. Nou, het zijn echt een beetje mooie pasteltintjes. Ze zijn verder allemaal hetzelfde, alleen allerlei andere kleurtjes. Kijk dus, het ziet er wel weer ontzettend leuk uit. Ook nog een beetje lila. En we hebben deze. Dus dat is het setje van de postage stamps. En die is er dus in A5 en uh, 15 bij 15. Even nadenken. Dan hebben we een setje en die heet Watercolor Floral. Die is ook op 15 bij 15 en A5 formaat. Nou, dat zijn prachtige achtergronden. Ook die zitten er drie keer in. En die kan je natuurlijk ook weer heel mooi combineren met bijvoorbeeld die postage stamps. Kijk eens, qua kleur past dit ook ontzettend goed bij elkaar. Dus je kan er ook nog een scrapkaartje van maken als je dat leuk vindt. Daar zit deze hele mooie bloemen zitten erbij. Dit is trouwens wel prachtig papier, moet ik zeggen. We hebben deze mooie rozen. Oeh, dit is wel
echt heel mooi. Deze paarse. We hebben deze. Oh, ik zie dat er iemand jarig is. Ik weet niet wie, maar in ieder geval van harte gefeliciteerd. Oh, deze ook. Misschien wat mooie kleurtjes weer. Ja, ik hou wel van paars met roze, maar dat weten jullie. Nou, dit is dus de watercolor floral. En ik wil deze toch stiekem ook eventjes op A6 formaat. Nee, A5 formaat zien. Kijk, hij is wel echt heel erg mooi. Deze ook. Oh. Hier zou je gewoon eigenlijk alleen een paar vlindertjes erbij op. Een leuke tekst erop. En dan heb je toch ook al gewoon weer een leuke kaart. Dus hier hoef je ook niet eens alleen diepte van te maken. Ik moet zeggen dat ik deze in de A5 nog haast mooier vind dan de 15 bij 15. Of mooier, werkbaarder. Ook voor slimline kaarten. Die is wel echt, die vind ik ontzettend mooi deze serie, moet ik zeggen. Nou, die gaan even weer apart. Dan hebben wij de Parisian Streets. Dat zijn, ik ga hiervan ook gewoon de A5 laten zien. En dit zijn ook weer, ja, meer geschikt weer voor echt die dieptekaarten ook. Kijk eens, dit is toch ook gewoon fantastisch. Weet je wat ook tof zou zijn? We hebben bijvoorbeeld ook dit raam. Die is natuurlijk ontzettend gaaf om die hier weer op te gaan verwerken. En dan een leuk tafereeltje er nog weer voor. Oh, dat is leuk. Dat raam. Ik zal gelijk het artikelnummer. Dat is de Yvonne en dat is de CLCZ573. Dan, oh, ik zie het al helemaal voor me. Of hier bijvoorbeeld gewoon echt een, alleen een frame van een raam opzet. Kijk, dit zijn... Oh, echt hele toffe achtergronden. Super. Kijk, en deze kan je natuurlijk ook weer heel mooi combineren. Ook weer met de tickets. Dus die postage stamps zijn ook heel leuk als achtergrondje overal bij. Dit is toch gewoon gaaf. Ik vind het echt leuk. Kan ik niks aan doen. En we hebben deze. Weet je, dit is gewoon een keer weer iets anders. Het is, ja. Dat, daar kan ik wel weer blij van worden. Nou, dit is dus de Parisian Streets. Dan gaat die ook weer apart. En dan komen we uit bij de laatste. En dat zijn de Red and Gold. Nou, dan gaan we van deze gewoon de vierkanten weer laten zien. En dit lijkt mij ook een hele toffe combinatie. Rood en goud. En dat ook weer voor die mooie dieptekaarten. En weet je wat mij bij deze dan weer heel mooi lijkt? Wij hebben van die contourliner van Stamperia. Of je zou het ook met een gouden postkaart kunnen doen. Om dan die lijntjes nog weer met goud weer na te tekenen. Omdat dit natuurlijk goud en rood is. Kijk, dat is toch gewoon tof. Deze vogel ook, wauw. Die kun je ook nog weer, als je zegt van weet je, ik heb twee van die velletjes. Dat je deze gewoon weer in met 3D foam erbovenop plakt. Ik vind dit ook een hele gave kleurencombinatie. Deze ook. Moet je kijken hoe mooi, echt. Heel chic. Ook mooi met goud metallic papier erbij achter. Deze vlinder ook. Oh. Ik kan er niks aan doen, maar ik vind deze combinatie qua kleuren gewoon zo sprekend. Hier zou ik zo'n aantal eenvoudige kaarten mee gaan maken. Tekst erop. Beetje goudspetters erbij op met de gouden Posca-pen. Super. Heel mooi. Nou, dat is dus ook een blijvertje. Rose en gold. Nou, ik denk dat ik straks maar heel snel, voordat jullie het allemaal massaal bestellen,
gewoon even een setje meeneem. Maar ik wil dan... Ik denk, ik ga alleen de vierkanten laten zien. Maar moet je dit zien dan op A5? Dit... Sorry, maar hier word ik gewoon echt even oprecht heel blij van. En ja, nu twijfel ik. Wat ga ik doen? Ga ik vierkant doen of ga ik voor de A5? Want dit is toch ook tof. Ook met een mask stencil. Een klein beetje goudpasta erbij op. Ik kan bijna niet kiezen welke ik mooier vind, joh. Dit ook. Het is toch gewoon... Nou, inderdaad, de bolderkar mag wel bijna mee. Want dit krijg ik niet in één keer zo mee. Echt super gaaf. Nou ja, ik weet echt nog niet wat ik moet kiezen. A5 of vierkant, want ze zijn beide gewoon prachtig. Ja, hier kan je inderdaad gewoon een lijstje omheen doen en in de kamer ophangen. Daar is het gewoon echt mooi genoeg voor. Ja, Basie krijgt hier keuzestress van, dat klopt. Nou, ik ben heel blij dat ik dat heb laten zien, want ja, dat was voor mij ook nog nieuw. Ik had het ook nog niet gezien en ik was er gewoon oprecht even weer heel erg gelukkig van. Nou, iets anders wat ook bij ons binnen is gekomen. En ja, dat is natuurlijk meer het straatje van Jeanette. Die zal daar ook zeker wel weer in een live wat mee gaan doen. Maar ik wil het jullie wel laten zien natuurlijk. Er is weer een nieuwe release van Lavinia uitgekomen. Nou, we hebben ook de dinkels en de inktjes weer allemaal op voorraad. Maar natuurlijk ook de nieuwe stempels. Er zijn 16 nieuwe stempels. En ze zijn echt weer ontzettend mooi. We hebben deze. Dat is de Rock. Ja, laat ik ze maar niet allemaal uit gaan spreken. Laten we dat maar niet doen. Dit is ook weer een nieuwe stempel. Ook weer ontzettend mooi. We hebben een soort paddenstoeltjes. We hebben hele mooie takjes. Oeh, die zijn ook gaaf. Helemaal een beetje opengewerkt. Die hoef je niet eens voor Lavinia kaarten te gebruiken. Maar dat is ook gewoon voor gewone silhouet kaarten en zo erg mooi. We hebben deze mooie schoenlaars. De Pixie Boot. Dit is de large. En er zijn twee van die laarzen. Er zijn dus een linkse en een rechtse. Of ja, één staat linksom, één staat rechtsom. Een grote en een kleine hebben we dus. Dan hebben we dit leuke slakkenhuisje. En daar zie je die mooie paddenstoeltjes weer. Nou, die kwam je hier ook al tegen. Dus dat is natuurlijk ook weer ontzettend leuk om met elkaar te gaan combineren. Deze stempel, die is weer ietsjes groter. We hebben dus verschillende soorten groottes van de stempeltjes. We hebben deze potjes. Dit zijn de corks, dus de kurken. We hebben de flesjes met de labeltjes erbij. We hebben deze leuke elementjes. Dat zijn een soort berglandschapjes, steentjes en wat pluisjes. We hebben de flesjes ook wat groter. Dus je hebt de flesjes, kun je ook weer heel leuk met elkaar combineren door groot en klein naast elkaar te zetten. Dus er is een set met 4 kleine en er zijn 2 setjes met wat grotere glazen flesjes. We hebben de tekst Home is where the heart is en Love you to the moon and back. Nou, dat is wat voor morgen voor Valentijnsdag. We hebben nog weer hele mooie paddenstoeltjes. We hebben deze mooie paddenstoeltjes. En wat we ook hebben, dat zijn mask stencils. Dat zijn sticker stencils. En dat zijn dus de achtergrondjes van de bottles. En daarmee, volgens mij had ik het in de groep al wel gezet, al wat voorbeelden. Dit is heel leuk als mask stencil. Het is zo in de live even lastig uit te leggen wat je er precies mee kan.
Maar het is dus gewoon een... ja, eigenlijk een maskeerstencil. In de vorm van een sticker. Kijk, dit is dus een sticker en daar kan je dus je plaatje mee afdekken. Nou, dit gaan we vast in een live wel een keer voorbij zien komen. Dat zal onze Jeanette vast wel laten zien. Dan even kijken. Wat ga ik dan laten zien? Nou, weet je... Ik begin gewoon even met dit tijdschrift. We hebben de allernieuwste Hobby en Zo binnengekregen. De Hobby en Zo, dat is een tijdschrift van Findit. En daar zitten weer leuke extraatjes bij. Het complete set is €8,95. Nou, wat zit er extra bij? Er zit een stansmalletje bij van busje, auto, racewagen en allerlei dat soort dingen. Het is ook leuk voor rijbewijs. Dan het paperpad. Er zit een klein paperpad bij met wat achtergrondjes voor leuke tafereeltjes. Nou, ook voor kinderkaarten ontzettend leuk. En even kijken. Wat zit er nog meer bij? Natuurlijk de inspiratie. Er staat ontzettend veel inspiratie in. Nou, hier heb je wat voorbeelden wat je dus kan doen met de goodies wat je erbij krijgt. Er zitten met de Whispering Spring, die collectie laat ik zo meteen ook zien, staan er ook wat leuke voorbeelden in. En dan kun je ook een leuk merci doosje ermee maken. Nou, deze collectie laat ik zo meteen zien. En hier heb je ook alvast het moodboard met deze collectie. Hij is ontzettend leuk. Nou, er zitten bijvoorbeeld Hobby Dots patronen in. Een leuke puzzelkaart kun je maken. Borduurkaarten. Wat hebben we nog meer? Nog meer patronen. Dit is nog de collectie van de Pink Flower. Die was ook ontzettend leuk. Nou, hier heb je nog weer wat met Painted. En hier een mooie borduurkaart. Weet je, er staat gewoon weer van allerlei leuks in. Dus ja, dat tijdschrift komt. Dit komt de volgende keer. Nou, het ziet er alweer ontzettend leuk uit. Young and Wild, dus een hele leuke Wild Animals collectie. Nou, gewoon te veel leuks. Staat in ieder geval voldoende inspiratie in. Bij deze serie hoort dan ook natuurlijk wat plaatjes. Nou ja, deze twee even tussendoor. Dat zijn wat andere knipvelletjes ook van Findit. Die zijn ook binnengekomen. Maar wat bij deze collectie nog horen, dat komt er nu aan. Dat is dit. En ik moet zeggen, ik werd hier wel heel blij van deze collectie. Ik denk dat ik dit ook wel de mooiste collectie tot nu toe vind. In deze collectie, dat is de Berry's Beauties, dat is de Whispering Spring, hebben wij twee setjes met cardstock. Dat is het linnen cardstock en dat is dus op vierkant voor 13,5 bij 13,5 kaarten. Of gewoon A4 formaat. Er zit 1, 2, 3, 4, 5 verschillende kleurtjes cardstock in. En er zit één velletje met metallic cardstock in. Dat is een bonus velletje. Dus je krijgt er één gratis velletje bij. In totaal zit er overal 20 vel in plus eentje gratis dus. Dan hebben wij daarbij wat knipplaten. Even kijken, dit is een knipvel. We hebben deze prachtige vogels. En als het goed is, moet ik er
nog één hebben, maar die moet ik even spieken, want die zie ik hier niet liggen. Even kijken, dat is nog dezelfde vogel. De vlinders hebben we dan. En we hebben deze prachtige kopjes. Dus dit is allemaal om te knippen. En dan hebben we daarnaast nog wat stansvelletjes. En dat zijn van die scenery plaatjes. En die zijn er in het vierkant en in het rond. Dus prachtige vogels. We hebben deze kopjes met bloemetjes. Ook in vierkant en in rond. En we hebben de vlindertjes met de bloemen. Ook in het vierkant en het rond. Nou, je ziet wel deze kleuren. Het zijn wel hele neutrale kleuren. Dus die kun je ook gewoon met allerlei andere collecties gebruiken. Dus je hoeft het niet per se bij dit designpapier te houden. Bij deze collectie zit ook ontzettend mooi designpapier. De paperpads van Findit zijn nu altijd op het formaat van 20,5 bij 20,5. Daar ben ik heel blij mee. En ze hebben nu dus ook weer een setje met bijpassende unikleurtjes. Nou, het is allemaal dubbelzijdig. En het zit er allemaal twee keer in. Dus je hebt... even kijken. Dit is bijvoorbeeld de helft van het boekje. Deze bruine... Kijk, deze zitten dan bij elkaar. Oh. We hebben de donkerbruine, dat is de achterkant van de groene. Dus je kunt zelf kiezen van, of je gebruikt bijvoorbeeld van deze en wat er achterin zit. Twee keer dat blauwe, dat donkere, of je gebruikt een keer de lichte. In ieder geval, al deze kleurtjes zitten er twee keer in. En die passen dus perfect bij het designpapier en bij de knipvellen. Ja, klopt. In het echt is het nog veel mooier. Ben ik met je eens, Anneke? Er zit ook scrappapier bij. Of designpapier. Nou, kijk toch eens. Ook die vogels. Echt. Dit is ontzettend mooi designpapier. Deze vind ik ook super mooi met die vogels. De bloemetjes. Een steekkopje komt weer tevoorschijn. En jullie zien wel, alles wordt nog weer herhaald. Dan, ja, ook die met vlindertjes. Het is gewoon een hele mooie. En dan zit er achterin zit er ook nog labeltjes. En nog wat van die leuke ronde plaatjes. Nou, en je kunt hier nog een keer de complete collectie weer bekijken. Bij deze collectie zitten ook drie stansmallen. Een hele mooie vierkante, de nesting squares. Dus dan heb je... dit framepje, dit framepje, dit framepje en een mooi rondje. We hebben een cirkelmal en we hebben deze borders. Het zijn driehoekjes eigenlijk. Even kijken. Ik had bij deze dus ook het moodboard. Dan kun je nog een keer zien hoe die stansjes er allemaal uitkomen te zien. Er zijn uiteraard nog veel meer mogelijkheden mee. Maar dit is gewoon even één van de mogelijkheden. Dus je ziet wel cirkeltjes in verschillende maten. Dit zijn de borders en de vierkante mal. Van deze collectie. En als het goed is, ga ik daar nog mee live. Maar ik weet nog niet precies wanneer. Hebben wij ook weer een actiesetje gemaakt. Dan heb je het... paperpad met het designpapier. Het paperpad van de unikleurtjes. We hebben dit vierkante frame. En deze borders. Dat actiesetje kost geloof ik 26,50. Maar binnenkort gaan jullie daar nog een live mee zien. Nou, ik had wel zelf al even een beetje gestoeid. En het is een kaartje geworden wat eigenlijk vrij eenvoudig is. Zeker voor mijn doen. Maar wel ontzettend mooi. En ik heb daar dus ook weer het designpapier op gebruikt. Ik heb de vierkante frame mal gebruikt. Heb ik gemat op wit. Ik heb daarbij een, de tweede stansmal. Dus deze roze. Of deze heb ik uit roze uitgestanst en uit wit. Ik heb er een vierkant scenery plaatje bij gedaan.
Nou, wat takjes er nog bij, vlindertjes erbij. En dat was het. En weet je, zo heb je gewoon eigenlijk in no time een hele mooie, chique kaart. Dus dat is de inspiratie daarmee. Nou, dan zijn we er nog niet helemaal. Want ik heb nog een paar dingetjes. Ik heb even kijken of ik nou de goede heb. Ja. We hebben ook van het merk Alchemy of Art twee collecties binnengekregen. De ene is niet zo heel groot en dat is deze. Dat is The First Holy Communion. Nou, dat leeft hier natuurlijk iets minder dan in bijvoorbeeld Polen. Maar er zijn altijd mensen die daar wel in geïnteresseerd zijn. Dus we hebben het gewoon wel opgenomen in ons assortiment. Je kan het ook voor bijvoorbeeld dopen of iets dergelijks. Of in ieder geval voor wat diverse christelijke gelegenheden zou je dit kunnen gebruiken. Maar je kan ook zeggen, weet je, ik gebruik alleen de achterkant. Het is in ieder geval wel echt prachtig papier, ook qua kleuren. Ja, Marie-Louise zegt in Limburg, daar leeft het nog wel. Dat klopt. Dus weet je, er zijn altijd mensen die dit ook gewoon graag aan willen schaffen. Dus we hebben het wel in ons assortiment opgenomen. Nou, de kleuren zijn het... zijn ook gewoon ontzettend mooi. Nou, dit is ook gewoon een velletje. Ja, dat kan je eigenlijk overal voor gebruiken. Dus gewoon mooi, rustig papier. Ook voor voorjaarskaarten zou je het ook nog wel gewoon kunnen gebruiken. Nou, die hebben we dus niet zo heel groot opgenomen, dus... We hebben het paperpad van 20,5 bij 20,5. En we hebben daarbij ook een setje met knipplaten. Nou, dan hebben we bijvoorbeeld deze met de mooie druifjes. Deze met mooie blauwe bloemen. Nou, de achterkant is dus gewoon uni, maar hier kun je makkelijk zien hoe je alles moet knippen. We hebben deze bloemetjes. Nou, uiteraard bij deze serie hoort dan ook wel de kerk en de duifjes en ja, kaarsen en dat soort elementen. De lieve meisjes die communie hebben gedaan en de jongetjes. Dus dit is gewoon, ja, of je houdt ervan, je wilt zoiets maken of je maakt het niet... We hebben het in ieder geval verkrijgbaar voor de liefhebbers. Nou, Art of Alchemy had nog wat uitgebracht. En die collectie die zal wellicht iets meer mensen aan gaan spreken. Zo hebben we bijvoorbeeld ook chipboard. We hadden meer chipboard, maar dat is helaas alweer uitverkocht. Dit is bijvoorbeeld een vel van 30,5 bij 30,5. Maar moet je zien hoe tof dit frame ook is voor bijvoorbeeld een mixed media creatie. En dan ook met bijvoorbeeld mijn eigen Victorian Dreams collectie. En dan zo'n dame erachter zetten. En dan deze bewerken met pasta. Mooie bloementoef erbij. Ik vind hem ontzettend gaaf. Ik had dit eerlijk gezegd niet heel groot besteld. Want ik wist ook niet wat er was. Dat was de eerste keer dat ze dit hebben uitgebracht. Maar dit gaan we zeker weer bijbestellen. Bij deze collectie hebben we ook ontzettend mooi rijstpeper. Dus ook van het merk Art of Alchemy met hele mooie vlinders. Vogels bedoel ik. We hebben deze met mooie kuikentjes, konijntjes, lammetjes en dat allemaal. We hebben deze mooie lammetjes in de wei. Nou, voor Pasen of voor voorjaar. We hebben prachtige vogeltjes. We hebben onze Easter bunnies. Nou, die zijn toch ook gewoon tof. We hebben een setje met een mooi raam en vogeltjes.
en allerlei dat soort elementjes. We hebben deze vogelhuisjes nog. Dus echt mooi voor het voorjaar, voor Pasen. We hebben deze nog voor de Pasen. En we hebben deze lieve meisjes, konijntjes, jongetjes, de kuikentjes. Dus echt richting het voorjaar. Nou, daar zijn we volgens mij allemaal wel aan toe. Bij deze collectie hebben we ook nog hele mooie platen van vogeltjes om te knippen. We hebben mooie plaatjes voor de Pasen om uit te knippen. De konijntjes verkleed als paashaasje. Nou, mandje met eitjes. En we hebben nog een velletje met mooie bijpassende bloemetjes. Nou, hier hoort natuurlijk ook weer papier bij. En het papier, even kijken, dat is die en die. En als het goed is, even kijken, ik dacht dat ik die net al aan de zijkant had gelegd. Blijkbaar toch niet. Nou, deze is in ieder geval ook nog verkrijgbaar op het formaat van 15 bij 15. Dus het papier van de Soul of Spring is leverbaar op 30,5, 20,5 en 15 bij 15. En ik laat de 15 bij 15 even aan jullie zien. En ja, hij is echt super mooi weer qua kleur. Aan de achterkant zitten van die leuke kaartjes. Dus dat kun je mooi als decoratie-elementje erbij gebruiken. Nou, wat zit er nog meer in? Dit prachtige papier, het is toch geweldig. En daar zit aan de achterkant deze mooie, ook voor mixed media. Daarbij hebben we deze met de mooie voorjaarsbloemetjes, de laarsjes en dergelijke. En mooi groen aan de achterkant. We hebben deze, die is ook echt ontzettend mooi. Ook heel chic. Met deze mooie swirls. Deze met mooie bloemen. Nou, dit is ook al, ja, eigenlijk zou je hier gewoon bijna kaarten van gewoon 20,5 bij 20,5 van moeten maken. Gewoon een paar leuke vlindertjes erbij op. Tekstje erbij op en je hebt gewoon hele mooie kaarten klaar. Dit ook. Ja, ik vind het echt ontzettend mooi. Deze met mooi houtstructuur. En met mooie vlindertjes aan de achterkant. Ja, het is echt een prachtig papier. Hele mooie kleuren. Nou, zoals ik al zei, deze keer had ik dus even niet zo heel veel. En ik ben nu dus ook al aan het einde van mijn showtime. Ik heb er dus deze keer een iets kortere ronde van. Voor mij eerlijk gezegd komt dat wel ook iets beter uit vandaag. Ik ga zeer binnenkort nog live met die nieuwe collectie van de Whispering Spring van Findit. Er komt, als het goed is, deze week van Craft the Clock nog weer wat binnen. Dat hoop ik dan ook nog aan jullie te laten zien. We hopen de Distress Pencils nog binnen te krijgen. Ja, en verder, Creative Craft Lab komt nog binnen. Er komt nog van alles. Dus hou het gewoon in de gaten. Voor nu dus even niet al te veel keuzestress. Maar ja, goed, ik vind dit al leuk. Ik vind die, als ik deze zie, denk ik van wauw, daar wil ik ook wel gelijk de schaar in zetten. Ik heb mijn eigen JMA-collectie nog liggen, dus ik heb nog genoeg te doen. Ik hoop dat jullie een keuze kunnen maken en anders laat het nog even lekker bezinken. Denk erover na en je kunt altijd nog bestellen. Voor nu dus even een korte live, maar in ieder geval wel allemaal heel hartelijk bedankt voor het meekijken. En heel graag tot de volgende keer dan maar weer. Doei doeg!